Donderdag werd de onderwijsvisie 2025-2030 bekendgemaakt door wethouder Arjen van Drunen. Het doel is om jonge Bredanaars de juiste vaardigheden te geven om mee te doen in de samenleving, kansen te pakken en zich klaar te stomen voor de wereld van morgen en de arbeidsmarkt in de toekomst. De wereld om ons heen verandert steeds sneller, technologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk. Ja, we hebben een nieuwe onderwijsvisie vastgesteld in het college van Breda. En dat betekent dat we kiezen voor gelijke kansen in ons onderwijs, voor toekomstvaardig en praktijkgericht opleiden en voor burgerschap. Daar gaan we echt een plus zetten als gemeente. Dit schooljaar verwelkomt Breda maar liefst 6000 nieuwe studenten. Van Drunen wil deze studenten graag in de stad houden, maar dan moeten we wel voor voldoende huisvesting zorgen. Nou, we gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer praktijklabs komen. Dus dat betekent dat we op school zorgen dat iedereen met techniek in aanraking komt en dat er ook ruimtes komen waar je echt actief techniekonderwijs kan krijgen en ook dingen kan uitproberen. We zijn niet van niets vandaag bij de uitvindfabriek. Iedereen hierachter gaat zo meteen aan de slag met Lego. In Breda gaat niemand van school af zonder dat je goed techniekonderwijs hebt gehad. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we zien dat er heel veel vraag is naar praktijkgerichte opleidingen, maar juist ook naar praktijkgerichte banen met onze handen werken. Dat zullen we veel meer moeten doen als samenleving. En daarom willen we als stad van toegepaste technologie en creativiteit al onze Bredaanse jongeren uitdagen om meer met techniek te werken en uiteindelijk ook in die sector te gaan werken. Ook na de studie is het de bedoeling dat de studenten in Breda blijven wonen. We komen ongeveer 400 tot 600 studentenwoningen tekort en die moeten we tot 2030 gaan toevoegen in onze stad. Daar werken we hard aan, daar hebben we ook afspraken over gemaakt, daar zijn we ook over in gesprek met de woningbouwcorporaties. Dus daar moeten we grote stappen in zetten, want we weten wel dat als er te weinig huisvesting is, dan raken studenten uit beeld en denken zij van joh, ik kijk wel naar een andere stad en ik ga niet in Breda wonen. Dat moeten we echt voorkomen. De leerachterstanden in Breda zijn groter dan het landelijk gemiddelde. Voor- en vroegschoolse educatie was al beschikbaar voor kinderen vanaf 2,5 jaar, maar om dit terug te dringen wordt de leeftijd in heel Breda verlaagd naar 2 jaar. Van Drunen wil voorkomen dat kinderen met een achterstand aan hun onderwijs beginnen. Nou, wat we doen is dat we studenten willen vasthouden, dat ze gelijk een stap kunnen zetten van een studentenwoning naar een starterswoning, maar ook op een brede manier worden uitgedaagd. We hebben Good Mood bijvoorbeeld, dat is een programma voor studenten, dat zij geboeid worden over Breda en juist ook dat zij daarna weten waar ze in Breda terecht kunnen, maar ook uiteindelijk zoveel mogelijk lid worden van verenigingen in de stad. Want dat zien we eigenlijk, als je namelijk lid wordt van een vereniging, als je je netwerk hier opbouwt als student, dan ga je ook niet zo graag weg en programma's als Good Mood helpen daarbij. Daar gaan we echt groots mee aan de slag. We gaan vroeg- en voorschoolse educatie voor kinderen die anders misschien met een achterstand aan het onderwijs zouden beginnen, gaan we veel breder toegankelijk maken. Dus veel meer kinderen kunnen daar gebruik van maken zonder enige drempel. Dat is een belangrijke stap die we zetten. En tegelijkertijd willen we ook voor zorgen dat niet alleen kinderen extra ondersteuning krijgen, maar soms bijvoorbeeld ouders die de Nederlandse taal niet zo machtig zijn of moeite hebben met het invullen van formulieren of problemen hebben op het gebied van armoede en schulden. Ook dat zij, als hun kind tegelijkertijd extra ondersteuning krijgt, dat zij ook de school in worden gehaald en ook daar ondersteuning krijgen, zodat we echt een win-win situatie krijgen voor zowel ouders als kind. In de onderwijsvisie gaat de aandacht niet alleen uit naar de leerlingen, maar ook naar de docenten. Het lerarentekort is namelijk groot en blijft groeien. Van Drunen verwacht zelfs een verdubbeling en ook dit probleem wil hij aanpakken. Het allerbelangrijkste is dat we docenten behouden. We zien dat de uitstroom van jonge docenten vrij groot is. Dus dat docenten die binnen de eerste 5 jaar van hun carrière als leraar, dat zij eerder stoppen en denken, weet je wat, ik vind het toch niet zo leuk. En we willen juist hen binnenhouden. Door hen ook uit te dagen door een netwerk van jonge docenten te starten. En dat is denk ik het allerbeste, dat voor alle kinderen een goede docent is. En daarvoor moeten we docenten behouden en het leraartekort tegengaan.